trotse jonge boerinnen Vivianne en Naomi zijn dol op dieren en steken graag de handen uit de mouwen. Hoi allemaal, deze keer neem ik jullie mee naar het geitenbedrijf waar ik werk, de melkgeiten. Dagelijks zijn de meiden te vinden tussen de varkens en de geiten in de stal, de schapen in de wei of de koeien in de melkpunt. Maar nu ben ik eens even thuis in het weekend, dus help ik graag altijd mee. Sinds kort maken ze ook vlogs over hoe het eraan toe gaat op de boerderij. De volgende keer zitten we midden in de lammenperiode, dus dan heb ik genoeg om te laten zien aan jullie. Kijken jullie dan ook weer mee? Ja, en hier zitten jullie, Vivianne en Naomi. Welkom. Jullie zijn, nou, je hele leven speelt zich eigenlijk af op en rond de boerderij. Hè? Jullie wonen, leven allebei op een boerderij. Zitten op agrarische opleiding, werken daardoor bij verschillende veebedrijven. En jullie dachten, kom, laten we daar eens over gaan vloggen. Hoe kwam dat? Nou, eigenlijk is dat begonnen bij Vivianne. Ja, ik zit in het bestuur van Trots Jonge Boeren. Dat is een organisatie die eigenlijk door middel van een Facebookpagina en een website en een Instagrampagina, ja, een beetje een positief beeld van de sector wil laten zien. Ja, zo geven eigenlijk de jonge boeren van Nederland een stem, zodat ze kunnen laten horen waar ze trots op zijn. En op een gegeven moment kregen wij een mail van de agrarische uitgeverij Agio, dat ze op zoek waren naar een jong iemand die nog niet zo in beeld was geweest, of dat die wilde gaan vloggen. Dus toen keken ze al snel mij aan. Ja, en jij bent gaan vloggen. Uiteindelijk wel. Eerst dacht ik echt, nee, gaan we niet doen. Want, waarom niet? Ja, het is eng, het is nieuw, het is spannend. Moet ik dat nou wel doen? Dus iedereen kan je zomaar bekijken. Maar ik dacht, ja, dit is wel de kans om, ja, om te laten zien waar je trots op bent. En ja, spannend is dan geen goed excuus, vind ik. Nee, nou, heel goed dat je zo streng bent voor jezelf. Zullen we meteen even kijken? Ja, goed. Maar normaal ben ik eigenlijk helemaal niet thuis. Want door de week studeer ik in Dronten. Ik doe dier- en veehouderij en ik zit in het tweede jaar. De volgende keer zitten we midden in de lammenperiode, dus dan heb ik genoeg om te laten zien aan jullie. Kijken jullie dan ook weer mee? Ja, dit was natuurlijk een heel kort fragment, hè, maar je maakt echt langere vloggen echt over het werk wat je doet. En jij ook, Naomi. Je zegt dat je werd gevraagd om een positief beeld te geven. Is dat nodig? Ik dacht zelf, boer zoekt vrouw, nieuwe boeren. Heb je eigenlijk op televisie zijn er alleen maar programma's die het boerenleven heel erg ideaal voorstellen. Ja, maar ik denk als je het nieuws kijkt dat er ook weer heel veel is wat helemaal niet zo positief is. Ja. Je bedoelt de boerenprotesten? Ja, ja, nieuwe regels. En ja, het clasht af en toe gewoon. En het is ook leuk om te laten zien, wij zijn jongeren. En ja, wij zijn niet anders dan andere jongeren. Maar wij vinden het ook leuk om in de agrarische sector te werken. En sommige mensen kunnen dat niet zomaar voorstellen. Ja, want ik kan me voorstellen dat er steeds minder plek voor boeren eigenlijk. Hè? En vaak als je dan meerdere kinderen hebt, dan mag de een het bedrijf overnemen. En dan moeten de anderen waarschijnlijk ander werk zoeken. Is dat voor jullie, is dat heel lastig? Ik bedoel, zien jullie dat zondag in? Dat je straks een eigen, of willen jullie dat ook helemaal niet, een eigen boerderij? Nou ja, je merkt dat best wel soms ook in je omgeving. Ook je eigen vrienden, dat ze niet altijd weten, ja, wat je werk eigenlijk inhoudt. Wat doe je eigenlijk? Zelfs als we zeggen van ja, we doen een agrarische opleiding. Een opleiding voor boer. Ja, wat leer je dan? Iets over koeien en varkens. Ja, en aan de andere kant, wat Vivianne zei, dat positieve, dat wil je ook wel graag laten zien aan de mensen om je heen en laten zien wat je doet. Ja. Het boerenleven is prachtig. Ik bedoel, ik heb mijn leven te danken aan een boerengezin in de oorlog en ik ben altijd graag gekomen. Het boerenleven is puur en prachtig. En het buitenleven, jullie zijn veel buiten, neem ik aan. Melk van de koeien. En ik vind het fantastisch dat jullie dat doen. En het levert boerenleven. Ja, melk, ja. Jij woont op een melkveebedrijf, hè? Eigenlijk, ja, pas 4 jaar is dat bedrijf van jouw ouders. Was het meteen voor jou duidelijk, dit ga ik ook doen? Eigenlijk helemaal niet. Mijn vader heeft eigenlijk altijd wel een loonwerkbedrijf gehad, een eenmanszaak, dus niet heel groot. Maar ik was daar nooit echt mee bezig, want ja, ik wist eigenlijk niet dat het een optie was. Ik dacht eigenlijk niet dat dat ook kon, dat ik ook boerin kon worden. En toen wij 4 jaar geleden zijn begonnen met melken en mijn broer ook dezelfde opleiding gaat doen als ik nu doe, toen dacht ik eigenlijk, oh, dat lijkt me wel heel leuk om zo bezig te zijn met de dieren. Toen heb ik daar eigenlijk pas voor gekozen. Ja, en nu ga je er helemaal voor. En voor jou geldt het dat het je met de paplepel is ingegoten, het boerbedrijf. Jullie hebben een akkerbouwbedrijf met schapen ook. Was dat voor jou vanzelfsprekend dat je dat zou gaan doen? Al van jongs af aan? Nee, ook niet? Nee, ja, je bent erin geboren en ja, thuis help je ook gewoon mee. Dus je weet absoluut hoe het gaat.
Maar het is nooit een verplichting of vanzelfsprekend geweest dat ik ook daarin doorga. En thuis meehelpen is heel gewoon, hè, een boerenbedrijf. Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik dat anders is dan met andere soort bedrijven, ja. Maar mag jij het eventueel laten overnemen? Of? Ik neem het zelf niet over. Mijn broer doet dat. Maar, dat zijn... is geen gevecht of wie het mag overnemen? Nee, op zich niet. En naast boer zijn er nog zoveel andere beroepen die ook hartstikke leuk zijn. En, ja, ik vind al wat. Maar je wilt wel in de agrarische sector blijven werken. Want wat trekt je eraan? Ja, het werken met beesten, dat is gewoon van mij weggelegd. Dat deed ik vroeger al. En ik was ook niet van plan om daarmee te stoppen. Oh. Maar dan zie ik je, ik heb de vlogs bekeken... en dan zit je in die stallen bij die biggetjes. En dat is dan heel schattig. Maar die gaan ook weer naar de slacht. Dat lijkt me dan heel lastig, juist als je zo van dieren houdt. Ja, absoluut. Maar je weet waar je voor werkt. En ik kan alleen maar trots zijn als ik dan gezonde dieren zie... die naar de slacht kunnen gaan. Denk ik, waar wij voor werken, dat is eigenlijk gewoon een heel... mooi stukje vlees of hele goede melk. Ja, daar kan je alleen maar trots op zijn dan. Dan hoef je niet biologisch te zijn, vind ik, om een goed product te leveren. Nee hoor. Ja. En jullie zijn allebei lyrisch erover... maar ik kan me voorstellen dat er ook minder leuke kanten aan zijn. Waar lopen jullie tegenaan? Wij hebben toevallig op ons bedrijf... wij hebben de laatste jaren wel wat probleem gehad ook met de regelgeving. Dat vind ik persoonlijk wat minder stuk aan het hele vak. Want natuurlijk op de boerderij werken is superleuk en zo. Je bent bezig met al die dieren. Maar al het papierwerk wat ook ingevuld moet worden... en alle regels waar je aan moet houden... ja, dat hoort er ook bij, maar dat is soms wel lastig. Ja, merk jij dat ook? Ja, de regelgeving wordt naar mijn idee steeds heftiger. Dus dat is zeker wel iets moeilijks. En verder ook gewoon kleine dingetjes. Net zoals dat je heel afhankelijk bent van het weer of zo. Ik denk dat je dat bij andere sectoren veel minder last van hebt. Ja, dat is een risico van het vak natuurlijk. Absoluut, ja. Maar het weerhoudt jullie niet om je leven te gaan wijden aan, zeker aan niet. De boerderij. Okay. Nee, dankjewel dat jullie je verhaal wilden vertellen. Eva, wat was er nog meer?